Ja. Oké. Buddy! Am I alive? Hi, Mitch. Give. Ah, dit is echt zo vet. Morning. Man, dat was zo gezellig. Amazing. We gaan nu richting Goes en het begint helaas te regenen. We hopen daar wel nog wat street art te kunnen zien. Want er schijnt een super vette street art route te zijn door Goes. Maar als het keihard regent, weet ik niet of dat gaat lukken. Fingers crossed. Ik wil best wel naar de McDonald's eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. Ik wil ook wel. Oké, kom, we gaan ergens stoppen bij meneer Mackie. Kan ik weer naar de wc? Woehoe! En ik wil best wel zo'n rockstar proberen. Dit is Green Apple. Superwoman drinkt dit altijd. Om wakker te blijven. En als zij een nacht door kan bikkelen op dit, dan kan ik een 4 uur 's ochtends wake-up call overleven. Dus ja, die begin ik nu wel te voelen eigenlijk. Oké, Rockstar, Green Apple, gaat hier. Ik kan trouwens helemaal niet tegen cafeïne. Als ik zo'n blikje drink, ik drink ook nooit koffie of iets of zo. Zelfs groene thee waar een klein beetje cafeïne in zit. Nope, ik kan er niet tegen. Dit blikje gaat mij 4 uur wakker houden, dat weet ik nu al. Dat is no joke, echt niet. Dat gebruikte ik ook tijdens uitgaan toen ik, toen ik eigenlijk stopte met drinken. Toen deed ik dit. Red Bull eigenlijk. Is het lekker? Is oké. Groene appel. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik Red Bull lekkerder vind hoor dan dit. Het is oké. Maar ik vind Red Bull lekkerder. Mackie in mijn bekkie. Mackie in mijn bekkie. Oh. Mackie in mijn bekkie. Oh yeah, yeah, sing it girl. Mackie in mijn bekkie. Mackie in mijn bekkie. Mackie in mijn bekkie. Liedjes in mijn mond. Oh man. Oh yeah. Kijk dan. Dit is gewoon de achterkant. Dus ja. Super vet. We zijn in Goes. Dit is Linda. Hallo. En Linda die had een super goed idee wat we in Goes moesten zien. En dat is... Hoe heet het eigenlijk? Street art in Goes. Ja, mural. Mural in Goes. Kijk dit. En het heeft allemaal met Zeeland te maken, toch? Ja, of met meeste water? Wel. Ja, meeste wel. Ja. Ja. Kijk hoe vet dit is. Wacht, ik ga een close-up maken. Waar zijn ze? Het is na een week of zo bezig. Een week? Ja. Vind ik nog kort. Met alle projecten. Iedereen is met alle projecten? Ja. Wauw. Met alle 10. Ja. Dit is echt heel vet. In een week. Wauw. Deze is echt heel vet. I love it. Deze is ook gaaf hoor. Voor het geval je erover nadenkt om in Goes te gaan wonen, zegt Linda, go for it. Want? Ja, het maar. Voor een eensgezinswoning, 4-5 kamers. Kamers, wauw. Ben je rond de €170.000 kwijt. En dan woon je nieuw. 5 kamers, nieuwbouw. Deze huis in het centrum, denk ik dat je rond de ton... €120.000. Ik zag net al een kapper knippen voor €15. Ja. Go Goes. Of 15 tot €25. €15. Go Goes. En je zit dicht bij de zee. Ook. Hoe lang is het weg naar de zee? 15 minuten met de auto. Zo leer je nog eens wat. Ja. Kijk. De duif. Kijk hoe cool. Kijk alsjeblieft naar die veertjes. Super mooi in de kleurencombinatie. En Linda die vertelde net dat vanuit, maakt niet uit welke kant je de duif aankijkt, hij kijkt jou terug aan, de Mona Lisa duif. En dit is gewoon door de gemeente gehoord. En de woningbouw, die panden beheert, zeg maar, ja. Daar toestemming voor gegeven. Kijk hoe vet, de derde, die oude man. Ik ga even inzoomen. Wauw, diep respect voor de artiest die dit gemaakt heeft. Zo ongelooflijk mooi. En deze is dus wat ouder, die hoort er niet per se bij, maar... En nog steeds super knap. Kijk nou, en die pootjes daaronder. Heel vet. Echt ook 3D. Dat die vogel eruit komt. Heel, heel vet. Wauw, we hebben Zeeland gehad. En we gaan nu op naar onze laatste stop. Rotterdam. Roffa. We're coming for you. En daar gaan we ook weer een ijsje eten als het goed is. Woehoe, we rijden door de Maastunnel. Kijk hoe vet. Yes.
laatste stop van de dag sluiten we ook af met een ijsje. Speciaal voor de laatste meeting, zeg maar, want we zijn nu net in beeld, zeg maar. Hebben we alle drie streepjes aangetrokken. Dat was de dresscode. Ja. Goedje. Dat was het ijsje. En ja, dat de streepjes. Yay. Streepjes sisters. Yes. Misschien moeten we een band vormen. Ja. Yeah. Oh ja. The White Stripes. De nieuwe, ja. De black and white. Ja, best wel ooit. Ja. Top idee. Gaan we doen. De meiden hebben echt geen woord gelogen. Het ijs bij de ijssalon in Rotterdam is amazeballs. Ze hebben oma's appeltaart, ze hebben Fernandez, ze hebben van alles. Het ijs is zo lekker. Pink grapefruit is de beste die ik ooit heb gegeten. Dus keihard aanrader. Ik zet het adres wel even in de beschrijving. Ook die van La Venezia in Leeuwarden, want dat was ook mega lekker ijs. Dus mocht je een dagtripje plannen om ijs te proeven in een andere stad, dan kan ik je deze twee van harte aanraden. Oh my god, Rotterdam. Ik krijg flashbacks. Oké, okay, wie is hierbij geweest? Er was een nieuwjaarfeest waarbij ze een feest organiseerden bij Pathé in Rotterdam. Dit hele plein stond helemaal vol met mensen. Ik denk echt dat het 1000 man was die door die deur naar binnen moesten. Dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Dus er stonden hier zeg maar het hekken tussendoor. Mensen gingen allemaal naar voren duwen. Mensen werden verpletterd door die hekken. Er kwam ME die mensen in elkaar ging slaan. Het was serieus de meest cracky nieuwjaarsavond die ik ooit in mijn leven heb gehad. Is er iemand die dit kijkt die daar ook bij is geweest? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want de dames die ik net heb ontmoet, die waren ook allebei bij de PP2G Awards. Echt jaren terug. De eerste en de enige PP2G Awards. Omdat er een schietpartij was. En we waren allemaal net op tijd weg. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog iemand was die ook bij dit feest was en hier in de rij stond. Ik ben gelukkig ontkomen zonder ongelukken en dat soort dingen. Eindstand ook nog om 5:30 bij 2 is binnengekomen. Maar het is wel een soort van traumatische ervaring van uitgaan in Rotterdam. Dus ik ben wel benieuwd. Is er iemand die hierbij was? Let me know in de comments below. We zijn klaar. Dit was de laatste meetup. Party. Meiden, één Tesla auto, hele brute, oh my god, zo'n brute auto. We hebben 12 dames opgezocht in 7 steden, 1067 kilometer gereden, allemaal elektrisch. Oh my god, deze dag is echt één om nooit te vergeten. Het is echt ongelooflijk, ik heb zoveel lol gehad vandaag. Als ik je heb ontmoet bij deze Even Collectief, dankjewel voor het komen. Mijn werk ging om 4:00. Het is nu 2:00, dus 22:00 wakker. En ik ben nog steeds gewoon een soort van high on adrenaline. Ik ben zo blij, ik ben zo gelukkig. Ik vlieg deze week, aankomende week. Ja, dat zie je natuurlijk de week daarop. Vlieg ik naar Maleisië toe. Dan gaan we weer samen op reis. Wauw, het is 11:30. 11:30. We waren hier, nee, we waren niet hier, maar we hebben om 4:30 afgesproken. Toen gingen we dimsummen. Het is nu 11:30. We zijn nog steeds niet uitgepraat. En Yves zegt, je trein gaat straks. Vergeet je niet te abonneren. Dankjewel voor het kijken. En tot woensdag.